Wat is het toch fijn als een boek echt mooi wordt uitgegeven. En uitgeverij God heeft het uiterste best gedaan op het raadsel van Alles wat leeft. En de stinkstokken van Joost Grootjes uit Driel. Is inmiddels heeft het ook zijn vruchten afgeworpen, want het is een groot succes. Het verkoopt goed, het krijgt veel aandacht. Altijd leuk voor een jeugdboek en zeker voor een non-fictie jeugdboek. Nou ja, de voorkant is al heel erg mooi gedaan. Het heeft zo'n gouden randje op de bladzijde. Ik ben ermee in bad gegaan, dat zou ik je niet aanraden. Dan krijg je gouden knieën en het goud verdwijnt hier een beetje. Ja, het is gewoon een mooi uitgegeven. Het ziet er bijna als een luxe studieboek uit. Een beetje ouderwetse sfeer heeft het. En er staan heel veel grappige illustraties in die er eigenlijk een beetje wel serieus uitzien. Een beetje houtsneden, linoleumsneden achtig. Ze zijn van Floor Rieder. En was er erg goed bij de tekst van Jan Paul Schutte. Nou ja, van het boek had je vast al gehoord. Zo ziet het er ongeveer uit. En de kat en de hond, de kat van Florie erin, de hond van Jan Paul Schutte, staan op de achterkant. Het heet Het raadsel van alles wat leeft. En het is heel geschikt voor kinderen die geïnteresseerd zijn in hoe het allemaal zo gekomen is op de aarde. Geïnteresseerd zijn in de evolutie. En zeker ook voor volwassenen die dat misschien wat beter willen begrijpen. En het aan kinderen willen uitleggen.